Goedemorgen en welkom bij dag 3 van de leeslessen, thema 2. En vandaag is een bijzondere dag, want we gaan twee nieuwe klanken leren. We beginnen met flitsen. A, B, S, De, E. Nog een keer flitsen. Rik. Dik. Daar. Kaas. Dek. Raak. Sik. Ren. Ik. Het doel van vandaag is dat we woorden lezen met de nieuwe letters O en M. Dus we krijgen ook twee letterfilmpjes. Dit is het letterfilmpje van de O. Vandaag gaan we het hebben over de O. Hé, daar ligt een knoop. Dat is grappig, nu is het een oog. Oog is een woord met de O. Kijk, een brood. Mmm, lekker. Weet je wat ook lekker is? Een framboos. Wat doe je nu? Zet je de framboos op je hoofd? Oh, het is een kroon. Hij is wel een beetje te groot. Kroon en groot zijn allebei woorden met de O. Daar hoort natuurlijk een troon bij. Zo, wat zit je nu hoog? Jammer, het was allemaal maar een droom. De O. En de O heeft natuurlijk ook een klankgebaar. Het klankgebaar van de O gaat als volgt. O. Dus je maakt twee rondjes met je handen en je doet ze van je hoofd af en zegt O. Doe maar mee. O. Op de letterkaart van de O zie je een knoop en een oog. De O. De O hoort bij de lange klank, net als de A. O is een lange klank. En zoals ik al zei, gaan we twee letters leren vandaag. En dit is het filmpje van de M. Vandaag gaan we het hebben over de M. Een woord met de M is mand. Die is mooi. Eens even kijken wat erin zit. Een stuk meloen. Lekker hoor. Mand, mooi en meloen zijn allemaal woorden met de M. Hé, wat is dat nu? Het is een molshoop. En in de molshoop woont een matroos. Nee, matroos is wel met de M. Maar in een molshoop woont natuurlijk een mol. Wat is dat? Het is een mat. Het hele huis van de mol is van modder. En toch moet je je voeten vegen voordat je naar binnen mag. Wat een gekke mol. En ook bij de M hebben we een klankgebaar. En die gaat als volgt. Je hebt drie vingers. En die hou je voor je mond als een op zijn kop eigenlijk. Daar gaat hij doen mee. De letterkaart van de M, daar zie je ook de mol, de molshoop en de mat. We gaan nog even terug naar de letter
O, van oog en knoop. Ik ga woorden opnoemen. Als je de O hoort, doe je je hand omhoog. Boom. Daar hoor ik de O. Boom. Kook. Kook. Ja, inderdaad, hoor ik de O. Maan. Luister goed. Maan. Geen O, hè? Mik. Mik. Nee. Roos. Roos. Hoor je daar de O? Ja. En rook. Rook. Daar hoor ik ook de O. Kam. Kam. Nee, hè? Daar hoor ik geen O. We gaan dit ook doen met de m van mol, molshoop en mat. Als je de m hoort, doe je je hand omhoog. Boom. Boom. Op het einde hoor ik de m. Boom. Kook. Kook. Geen m. Maan. Maan, die begint met een m. Heel goed. Mik. Mik. Die begint ook met een m. Roos. Roos. Geen m. Rook. Rook. Ook niet. Kam. Kam. Daar hoor ik de m. Op het eind. Goed gedaan. De m heb ik nog niet in ons klankenhuis gezet. De m hoort bij de medeklinkers. Mm. De m is een medeklinker. We hebben weer een verhaal uit ons leesboek. En die heet Mik en Roos. Die gaan we straks lezen. En ik zie een boom en daar staat ook Mik in. En ze gaan er nog meer in zetten. Ik ben benieuwd wat er allemaal komt te staan. Maar we beginnen eerst met een zoekplaat. En we gaan op zoek naar de O. Dus zet je video maar even op pauze. En dan ga je op zoek naar zoveel mogelijk woorden met een O. Als je ze allemaal hebt gevonden, dan ga je weer verder met de video. Is het gelukt met alle woorden met een O? Ga ik eens even zoeken. Natuurlijk als eerste de boom. Daar hoor ik een O. Even verder kijken. Brood. Ook een O. Eekhoorn. Ook een O. Boog. Zie hier. In de boom een doos en een, even kijken hoor, oh, hij zit heel hoog, hoog is ook met een O. Had je er nog meer gevonden? Supergoed. Dan gaan we natuurlijk op zoek naar woorden met een M. Dus zoveel mogelijk woorden. Met een m. Zet hem maar op pauze. Ga ze aanwijzen. En dan doe je hem weer op start. Nou, ik ben benieuwd. Woorden met een m. Eens even kijken. Natuurlijk weer de boom. En ik zie hier iemand een eekhoorntje omhoog klimmen. En muis. Mier. Mand. En braam. En op, hier zie ik nog een meloen. Had je er nog meer gevonden? Goed gedaan. We gaan samen woorden lezen. Lees met me mee en we zingen ze eerst. Boom, boom.
Roos, roos. Doos, doos. Maan, maan. Mes, mes. Lees ze zelf nog even 3 keer. Zet hem maar op pauze. De O. De O zijn eigenlijk 2 rondjes. Je begint bovenaan. O. En nog een keer. O. Zet hem maar op pauze en doe hem zelf 3 keer. En natuurlijk moeten we ook de M. Bij de M beginnen we ook bovenaan. Weer dezelfde weg terug. Bochtje naar beneden. Zelfde weg terug en een bochtje naar beneden. Zet hem maar op pauze en doe hem 3 keer met je vinger overtrekken. Natuurlijk hebben we ook het rijtjesboek. We gaan die weer voor koor doen. Dus ik lees hem eerst, daarna lees je hem met mij mee. Ook, ook, rook, rook, kook, kook, kaak, kaak, raak, raak, bes. Bes, boos, boos, koos, koos, kook, kook, kik, kik, daan, daan. Den, den, ben, ben, boon, boon, boos, boos, ik, ook, ook, rook, rook, roos, roos en doos, doos. Misschien ging ik wel veel te snel of veel te langzaam voor je. Dus zet hem even op pauze en dan lees je zelf alle rijtjes 2 keer. Omdat we 2 nieuwe letters leren vandaag, hebben we ook 2 bladzijden van het rijtjesboek. Dus ik ga hem weer voordoen en dan doen we hem daarna samen in koor. Dus ik lees oom en dan zeg je daarna ook oom. Boom. Boom. Room. Room. Rem. Rem, sem, sem, naam, naam, raam, raam, raak, raak, rek, rek, bek, bek. Mis, mis, mes, mes, moos, moos, boos, boos, boom, boom, mik, mik.
Maak, maak, maan, maan, min, min, k-in, k-in. Misschien ging ik weer veel te langzaam of veel te snel. Lees zelf even alle rijtjes 2 keer zo netjes mogelijk. Daarna zet je de video weer aan. Wat hebben we al veel gelezen vandaag? Dat is met 2 letters dat we dan extra moeten oefenen. Het verhaaltje, die gaan we ook nog even samen doen. En die doen we ook weer voor en koor. Dus niet heel veel tekst, dus ik ga ook wat er in de boom staat samen lezen. Mik en Roos is de titel. Lees mee. Mik en Roos. Nou, dit zullen Mik en Roos zijn. En hier staat Mik en Roos. Mik en Roos. En ik zie dat Roos een mes heeft gepakt en die schrijft in de boom. En ze schrijft Roos, Roos. En Mik, die schrijft Mik, Mik. En dan zetten ze er een hartje tussen. Dus dan staat er Mik houdt van Roos. Mik houdt van Roos. En dan komen er 2 vogeltjes bij zitten. Maar dan gaat hij er nog wat bij zetten. Gaan we eens even kijken wat er gebeurt. Er staat Mik houdt van Roos. Mik houdt van Roos. En dan zegt de boom. En ik, vraagteken. En ik. Dan gaat hij er wat bij schrijven. Wat schrijft hij erbij? Ik zie hier Bo. Eens even lezen. Mik houdt van Roos, houdt van boom. Mik houdt van Roos, houdt van boom. Nou, dat vind ik wel een heel lief verhaaltje. Je mag hem zelf nog eventjes doorlezen. En daarna kan je met degene waarmee je thuis bent even vragen of die samen met jou... Of het even wil voorlezen of het even samenleest. Zet hem maar op pauze. Het is tijd voor het werkboek. En ik zie hier de O staan en een cirkeltje. Het is de bedoeling dat je op zoek gaat naar de O en een cirkeltje zet om elke O die je vindt. Als je hem niet kan uitprinten, dan wijs je ze gewoon even aan. Daarna ga je op zoek naar de En ook daar, als je hem uit kan printen, zet je er een cirkeltje omheen, anders wijs je ze aan. Als je allemaal doornemen, de maan hoort een Dit is een bloem, bal, dak, kin, raam, mes, kaas, poot, room, ben en emmer. Zet hem maar op pauze. De volgende bladzijde, je weer een cirkeltje zetten. Je ziet een plaatje, dit is een boom. Dan ga je B, O, A zit er niet in. Boom. Dat ga je met elk plaatje doen. Dus dit is een doos, zit er een P in doos? Volgens mij niet. Zet je een cirkeltje om de O, S. Zet hem maar op pauze. Goed gedaan. We gaan nog even zingend lezen. Lees mee. Raam. Raam. Boon. Boon. Rook, rook.
Roos. Roos. Bes. Bes. Ik zie allemaal plaatjes, dan gaan we de woorden samen lezen. Hier staat boom. Je hoort hier. Roos. Lees het woord. Doos. Mes. Maan. De laatste is room. Lezen we ze nog even samen. Mes. Roos. Boom. Doos. Maan. Room. Het werkboek. We gingen op zoek naar de O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keer de O. We gingen op zoek naar de M. Maan, bloem, bal niet, dak niet, kin hoor ik de M niet, raam. Mes, kaas niet, poot niet, room, oom en emmer. Dan zit hij in het midden. Had je die ook? Volgende bladzijde. Boom hadden we al gedaan. Doos. Dit is de kaas. K-a-s. Kaas. Boom, b-o-m, boom, oom, o-m, oom, mes, m-e-s, mes, roos, r-o-s, roos, maan, m-a-n. Maan. We hebben vandaag geoefend met woorden lezen met de nieuwe letters O en M. Morgen gaan we daar verder mee oefenen. Goed gewerkt!